Goedenavond allemaal. Hebben jullie je oordop in? En als je nog geen oordop hebt, daar op dat lage tafeltje liggen oordoppen klaar. Want we gaan voor jullie rocken. En niet zomaar, want we hebben een hele mooie gelegenheid ervoor. Marcus is 50 geworden, 2 maanden geleden. Hier ben ik Piep! Hier ben ik Piep! En daarom gaan we even deuntjes voor jullie spelen. Oké? Okay? Ja. Oké, okay, zet je schrap. Flash. Yes. We'll be right back.
niet. We gaan nog niet naar Avalon. Okay. Maar we gaan wel even de Foo Fighters spelen. Jawel, zeker weten. En dan moet ik hem even zoeken hoor. Ik zie dat ik mijn administratie niet helemaal op orde heb. Willem, welke gaan we doen? Times Like These. Ja? Yes. Heb je er een beetje zin in? Yes! Mooi. Nou, 10 jaar geleden zijn we ooit gestart, hè? Als gelegenheidsband voor de verjaardag van Marcus, toen hij 40 werd. En hier staan we weer, 10 jaar later. En nu is hij 50 en we zijn nog steeds met elkaar en muziceren nog steeds met elkaar. Ik heb een gevoel dat we hier over 10 jaar nog een keer staan. Klopt dat? Ja. Ik kijk ernaar uit hoor. Zullen we vast reserveren? Oké, we gaan weer een liedje spelen, toch? Yes. Zet er maar in dan. Ja, dankjewel. Ik ben nu... Het einde hadden we niet zo goed gevoeld. Nee,
het kwam er prachtig uit. Het was romantisch hoor. Het was zeker. Het is wel even een mooi onderrondje, Mark. Zeker. Ja. Oké. Okay, we gaan even een oudje doen uit de jaren 70. Of is het 60 zelfs? Ik weet het niet eens. Nou, in ieder geval van ver terug. Toen Marcus geboren werd. Uit die tijd. Zoiets denk ik. Ik ben het ook niet. Wanneer ben je geboren? Nou, Marcus staat 3 zijn. Ik denk dat het liedje zelfs nog wat oud is. Van Deep Purple. Oké. Yes! Zijn jullie wel play, hè? Baby, I'm
Lekker hè, die oude muziek. Marcus is nu 50 jaar, we zijn hier bij elkaar. Oké, we gaan er weer even een rockertje in gooien. En dat is eentje van Jimmy Mereboer. Paarse Haas. Grote stilte, wat nummer zou dat zijn? Hey man, goed je het zien. Oh, dan ga ik aftikken. Ja, die moet jij beginnen, Bas. Ja, we gaan even een nummer uit de jaren 90 spelen voor jullie.
De tijd dat we twintigers waren. Wild in het leven. Alle kanten op, experimenteren. En de soundtrack uit die tijd is ook geweldig. En daar gaan we een nummertje van spelen. Zeg, zullen we nog even voor Marcus zingen? Nee. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Nou, als Matthijs hem gaat starten, dan is het vrij snel bekend wat nummer we gaan spelen. Moet je dan weer die andere basgitaar pakken? Nee, we zouden dat niet doen. Ik hoor helemaal niks. Ik ga even blauwe Airwaves eten, denk ik. We zijn er bijna hoor. Heeft iemand nog een leuke anekdote over Marcus? Nee? We'll be right back.
schrijven in de 90's. Willem, zeg het ons. Ja, want we gaan nu een favoriet van Bas spelen. Ja, Bas had altijd heel veel zin in dit nummer. En het duurt maar lang, het duurt even lang. Doe het nu wel? Ja. Ja. Bas mag je heel veel 16e gaan spelen. Dus het is een beetje een stukje workout voor hem. Ja. Hey, dat is misschien wel een goede gelegenheid. Ik heb het al genoemd. Bas op drums. Ja! Matthijs op bas. Bas. Op klavier. Marijn. En natuurlijk hier, de jarige Job, Marcus. Yeah. Hey. On the sixth screen. En onze zanger vanavond, Wil Helmers. Okay. Start hem in, Bas. We'll be right back.
Dankjewel, dankjewel. Tof. We blijven even in de jaren 90. Ja. Ja, dat is toch een beetje de muziek waar je dan een beetje in meegroeit, hè? Dan moet ik dat naar mijn administratie doen. Ja, misschien, misschien. Zet jij even een slayertje in? Ga ik even met... Waar is die motherfucker? Dankjewel Marcus. Prachtig stukje internet zo. Ja, we moeten morgen uitgezien. No one knows, toch? Ja.
hey, we kwamen wel goed uit, hè, beste mensen. Ja. Het was de eerste keer dat het goed ging. Ja. Ja, maar dat is piek op het juiste moment, Marijn. Piek op het juiste moment. Behalve die twee bestakkoorden, heb je die gehoord? Die vond ik wel heel jazzy. Ach ja. Oh god. Gaan we dat nummer doen? Nee. Kan iemand even een blaadje vasthouden voor Bas? Ja hoor. Ja? Ja, kom maar even. Moet ik een blaadje vasthouden? Ja, je moet even een blaadje vasthouden. Ja, Bas, ik ben er voor je. Heerlijk. Hij kent het uit zijn hoofd. Bas, waar heb je nou gebruik van? Hij wil niet. We gaan wel een lessen uit. Okay, we hebben kort geleden een nummertje ingestudeerd. Dus ja, dat is altijd even spannend. Gaat het eerst live spelen? Jaren 90, hè? Ook weer jaren 90, ja. Soms blijf je een beetje hangen in de tijd. Hoe oud was je toen, Marcus? Ja, Marcus was toen een jonge god van 25. Ja, ja. Donkere manen had hij. Speelde als een god, zoals nu nog steeds. Eigenlijk, Marcus, kunnen we gewoon de conclusie trekken dat je eigenlijk helemaal niks veranderd bent in al die jaren. Nee. Heeft iemand een knop ingedrukt bij zijn basgitaar en die gaat nu een geluid produceren wat bij dit liedje hoort.
van wie was dit liedje? Muus, heel goed. Nou, ik had niet de indruk dat het een dode muus was, toch? Nee, goed maar. Eens. Ja. Godverdomme, die man die zingt wel hoog hoor. Jezus. Oké, okay. Oh god, een classic. Top 2000 materiaal. Ja, je kent het allemaal wel. Ja. Darkroom, hè? De darkroom. Van Cream on Top. Vijf vooraf, hoor. Ja. Is het een beetje te doen qua volume, lieve mensen? Ja? Oh, lekker warm. Ja? Perfect. Heb je het lekker warm? Ja, ik krijg het hier wel lekker warm, ja. Zeker, maar dat komt ook door jullie warme aanwezigheid om mij heen. Zo, zet hem maar in. Wie begint er eigenlijk? Geen idee. Black curtains in the spaceship.
Marcus. Ja, Marcus! Hij stond in de vlammen! Geweldig! Oké, okay, lieve meisjes en jongens en dames en heren. Oh ja. Even een klein... Nee, we gaan er nog eentje doen. We gooien even een uitsmijtertje erin. En daarna gaan we een pauze houden. Wat? Ja. Gaat het op het scherp? Dan gaat, uit, ja, even uit, ja. Ja. Klopt, ja. Okay. Maar wij gaan nog even door. We gaan er nog eentje doen. En, nou, dat is ook wel een vrij bekend liedje. Veldliedje, toch? Ja, het is een... Ja. Het gaat over Parijs. En, ja, iets met kaarten. Ja. Spelen voor jullie, oké? Okay? Hey, bedankt voor jullie aandacht in ieder geval. Lekker! Heerlijk! Zet die dubset maar weer aan. Ik weet het wachtwoord niet. Yeah! Goedenavond allemaal! Heb je nog zin in wat mopjes muziek live? Ja! Ja, natuurlijk toch! Ja! Ja! En het is all for Marcus, hè? Dus we doen het allemaal van Marcus, hè? Marcus, hij komt eraan, hoor. Hij is net naar het toilet geweest. Helemaal opgefrist. Kijk, de camera's moeten even aan. Dat moet wel even vastgelegd worden. Het bekende batterijtje, want dan gaan we even met z'n viertjes wat doen. Dan gaan we even een nummer voor Marcus spelen. Yes!
Klaas. Een rekeetje. Marcus is de batterij aan het vervangen ervan. In zijn video, camera. Yeah. We zijn hier allemaal bij elkaar. De vierde verjaardag van Marcus. Want hij is nu de 50er. En hij plakte nog eens 50 jaar aan. En elke 10 jaar staat deze band hier weer te spelen. Of 100 jaar. Ja, we hebben het voor elkaar. De videocamera doet het niet meer. Marcus? Yeah, daar komt die Marcus nu op het podium staan. We spelen weer muziek voor jullie allemaal. En doen jullie mee, genieten allemaal. Oké, lieve mensen. We gaan een nummer spelen. Voor alle voorspellingen die gedaan zijn de afgelopen dagen. En voor het klote weer wat er geweest is vandaag, spelen we het volgende liedje.
applaus voor Marijn, beste mensen. Hey! Hij was even aan het shinen, beste man. Arigato, hè? Over shinen gesproken. Het volgende heet Sunshine of Your Love. Ik ga jij beginnen, hè, Marcus? Ja, toch? Sunshine of Your Love. Oh, we gaan nu een... kennen jullie de band Stone Temple Pilots? Ja. Van Plus, maar nu gaan we een iets minder bekend liedje van ze doen. En dat heet Interstate Love Song. Interstate. Interstate Love Song. Is it now an inter or an inner? Inner state, man. Inter. It's American. Inner state, love, son. You know? Hey, you ever from fucking Alabama? Oh, yeah. All right. Okay. Ik begin bij de jam sessie. Jij zet hem in, toch? Clean, oké.
Zijn rol. Is er iemand in Panama geweest? Is er iemand, ja? Iemand in Panama geweest? Nee? Oké, nou, dat kan gebeuren. Ik ben er ook niet geweest hoor. Is er iemand in de band in Panama geweest? Nee? Nou, maar we gaan er toch een liedje over zingen. Ik had wat papieren in Panama. Ja, je had wat papieren in Panama? Ja, de Panama Papers en zo. Oké, dan ben je er zo heen. Maar god, wie zou dat weer zijn? Ja, deze is voor jou, Menno. Panama. We'll be right back.
En er zat ook een vastgelachte video, dus dan kan ik nog een paar keer terugkijken, Marcus. Oké, ik ben even helemaal kwijt wat we nu... Oh ja, volgens mij gaan we nu... We gaan even springen. Mensen, we gaan even springen. En ik heb ook even een vraag aan jullie. Wil iemand voor mij een biertje halen? Nee. Ja. Nee, dankjewel. Ja hoor. voor mij ook alsjeblieft. Ja. Daar is hij dan. Ja, precies. En nog even voor de drummen. Nee, volgens mij even de rest van de band. Nee, ik mag de rest van de band delen. Nee, lekker. Dankjewel. Oké, ik weet niet. Hé, dat is wel toevallig. We gaan dus weer een nummer spelen van diezelfde band, toch? Dat was niet toevallig. Of is dat? Nee? Ik denk het ook niet. Zijn jullie klaar voor? I get up, but nothing gets me down. We'll be right back.
fijn, hè? Zo'n toets is hier altijd even wat jazz internet zoals er tussendoor. Dat is een beetje een variatie op het thema, zeg maar. Dan word je toch altijd weer door verrast. En dat is ook heel belangrijk in muziek maken. Een beetje verrast worden. Dat je nou in E speelt in plaats van in C. Zoiets. Ja, Oké, ja. Ja, we hebben ons ook wat een beetje gewaagd aan een stukje, ja, wat is het? Een stukje klassiekiteit. Ja, het is... Inclusiviteit. Nee. Daar ben ik altijd van geweest. Dat doen we toch. Doen we onze prisma pakjes. Ik ben die prisma pakjes vergeten, Bas, sorry. Maar we kunnen natuurlijk wel een liedje spelen. Laten we dat maar doen. Er is er een vlag van gemaakt. Thank you.
Zien hoor, die song. Jullie wel? Nee. Nee, joh. Regen. Het was allemaal regen vandaag. Maar dat gaat de pret hier niet drukken. Oké, we gaan een nummer uit de jaren 90 doen. Goh. Wat verrassend. Ik ga niks prijsgeven, maar als je het begin hoort, dan denk ik, oh ja, dat niet. Noem maar wat op, wat gaat het worden, denk je? Wel modern al.
Nee? Oh baby, baby. Captain Jack. I like the moord, moord. You like that. Okay. Heb je hem ter plekke, beste man? Ja. Let's go. Niet in de E, hè? Niet gaan jazzen. Gewoon lekker meespelen. We'll be right back.
die nummers uit de jaren 90. Helemaal niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Oké. We gaan even een nummer doen van... Wolfmother is dat toch? Ja, Wolfmother. Wolfmother. Wolfmotherfucker. Waar is dat motherfucker? Hey, hebben we nog een beetje naar de zin? Ja? Ja, vinden we het nog leuk? Heb je nog zin om een liedje te horen van ons? Dan gaan we er nog eentje spelen dan.
dat doen we speciaal voor Marcus. Waarom ontaart het altijd in salsa? Wat is dat nou? Ja, ik denk dat diep van binnen willen we gewoon een salsa band zijn. Dat is niet cool, hè? Je weet hoe dat werkt in de rock'n'roll, dat is allemaal niet cool natuurlijk. Hey, ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie aandacht. Ik vind het een supergezellig feestje. We zijn nog niet klaar natuurlijk met het optreden, maar ook niet met het feest. Maar we gaan er nog eentje doen. Eén. En dan wordt het nummer van Jan Smit. Jan Smit. Ja, je moet ergens mee eindigen. En ik denk, we eindigen met Jan Smit vanavond. Matthijs heeft daar een hele fijne baslijn voor gevonden, voor het nummer van Jas en Jan Smit. Het is echt een palingvreter. Echt een enorme palingvreter. Zeker weten. Kijk, er wordt even een trommel bijgesteld. Ja, dat gaat natuurlijk toch wel over een stukje Nederlandstalige cultuur. Thank you.
Nou, dat moest er even uit. Zeker weten. Lekker. Wil je nog leven worden? Ja, ja, ik wil het. Ik deel het even uit.